van jullie weten natuurlijk al waar ik ben. Anderen denken, waar in vredesnaam is Remco nu weer met zijn camper naartoe gereden? In de Achterhoek natuurlijk. Ik ben bij kasteel Slangenburg. Dat is vlakbij Doetinchem. Dat is een heel mooi plekje. Een kasteel dat op een landgoed van 600 hectare staat. Het kasteel stamt uit de 17e eeuw. En het landgoed wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Bevat een voor Nederland uniek lanenstelsel. Bijvoorbeeld de oprijlaan alleen al is 1,5 kilometer lang. En de andere lanen die liggen in een trapeziumvorm rondom het kasteel. Vlakbij het kasteel ligt ook een abdij, de Sint-Willibrordsabdij. En daar wonen monniken die onder andere het gastenverblijf in het kasteel runnen. We gaan eens even kijken. Ik start mijn wandeling vandaag vlakbij het kasteel. Het punt waar ik nu sta, dat is hier. Er starten 4 wandelingen. De abdijwandeling, landschapswandeling, strikketwandeling en trapeziumwandeling. Allemaal tussen de 3 en de 5 kilometer. Ik ga vandaag lopen een deel van de abdijwandeling en de landschapswandeling. Dat betekent dat ik langs het kasteel loop, deze route volg, even een kijkje ga nemen bij de abdij, vervolgens terugloop en dan deze landschapswandeling loop en dan kom ik weer terug bij het kasteel. Vlakbij de parkeerplaats waar ik mijn camper heb neergezet, ben ik nu hier aan de zijkant van het kasteel. Ik ben langs de gracht gelopen. En wat je nu voor je ziet is het kasteel dat ja, zo is neergezet in 1657. Daarvoor was het een ruïne, is het verbouwd, is het uitgebouwd. En het allereerste begin was in 1357. En toen was er hier een havezate en die heette de Slangenborg. Ik heb het kasteel achter me gelaten en loop nu over een fantastisch mooi laantje. Een smal paadje tussen de weilanden, aan weerszijden dikke eiken. En dit is het laantje dat de abdij met het kasteel verbindt. Deze Willibrordsabdij is gebouwd in 1948 tot 1952. Het is gedaan door de monniken zelf, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er was veel armoe. Het resultaat is een sober gebouw, maar tegelijkertijd ook een heel mooi gebouw. Als je binnen in het kerkje bent, je ziet de eenvoud en tegelijkertijd de schoonheid. Deze vijvers, die in een mooie symmetrische vorm hierachter aangelegd zijn, die waren er niet alleen voor de sier. Die had ook nog een praktisch doel. Het was namelijk zo, een eentje verderop, in de Oude IJssel en in de IJssel werden wel eens rivierkreeften gevangen. En die werden eerst hierin bewaard, voordat ze geserveerd werden aan de kasteelbewoners. En als de kasteelbewoners trek hadden in rivierkreeften, waren de boeren uit de omgeving degene die de vis gingen vangen, die de kreeften gingen vangen. En die brachten ze naar het kasteel. En als dank voor hun hulp kregen ze van de kasteelheren brandewijn. Eens kijken op de binnenplaats van het kasteel. Een winkeltje met streekproducten. Producten die hier vlakbij gemaakt worden. En hier zo door vrijwilligers verkocht worden. Nou, het was weer top. Lekker gewandeld. Nog even gekletst bij de streekwinkel met de vrijwilliger die daar de producten verkoopt. Natuurlijk nog even wat lekkere spulletjes gehaald. Jam, honing, muesli van de molen. En ik zie je weer de volgende keer, hè. Hoi!